Welkom bij Ouderwetse TV. Deze week staan er een paar leuke items op het programma. Laten we een kijkje nemen. We staan hier met, stel jezelf maar voor. Ik ben Jopie Bienfait en ik ben de oudste reporter van Ouderwetse TV. En hoe bent u gekomen om reporter te worden van Ouderwetse TV? Een vriendin van mij is schilderes en die bracht me in aanraking met West-Kruiskade TV. En dat vond ik zo leuk dat ik nu heb gezegd, daar moet ik gewoon volhouden. Daarom ben ik bij Ouderwetse TV terechtgekomen. En vindt u het leuk om bij Ouderwetse TV te werken? Ik vind het heel leuk, want ik ben in het eigenlijk in Rotterdam-West opgegroeid. Ik heb nog schaatsen geleerd op de Hemerraadsingel. En daarom ben ik heel verbonden met die buurt. En dat wil ik ook een beetje blijven. En wat bent u nog verder van plan om te gaan doen met Ouderwetse TV? Nou, er zijn andere mensen die zijn heel erg bezig met dingen in de buurt. En dan ben ik in de gelukkige omstandigheid dat ik dan zo nu en dan interviews mag afnemen. En dat vind ik ontzettend leuk. En dat ben ik ook van plan te blijven doen. En wat vindt u zelf van de buurt Ouderwetse? Het is een hele spannende buurt. Er zijn hele leuke ondernemers, hele interessante jonge lui, kinderen. Nou, je bent er zelf één die al heel erg goed bezig is. En daarom heb ik mijn hart hier verloren, zeg maar. Vandaag ga ik u voorstellen aan, nou zeg het zelf maar. Hallo, ik ben Sarah, ik ben 12 jaar en ik zit op de Babelschool. Sarah, je werkt nu bij de TV. Hoe ben je hier zo terechtgekomen? Ik had kennissen die hier zo al werkten en ze hebben me gevraagd of ik eens een keer wou meedoen. En toen heb ik ja gezegd en zo ben ik hier gekomen. Nou, je doet het al heel erg goed. Wat ben je van plan te gaan doen in de toekomst? Ik wou graag filmpjes over scholen maken. Ik heb er al eentje over mijn eigen basisschool gemaakt en eentje over mijn toekomstige middelbare school. En ik hoop nog een paar scholen in het Oude Westen op beeld te kunnen brengen. Vinden de hoofden van de scholen dat leuk dat je dat kon doen? Ze zijn er heel erg blij mee, omdat ze weten dat de leerlingen ook buiten school heel veel activiteiten doen die zich ook focussen met het beter worden in school. Sarah, je bent hier geboren en je bent hier opgegroeid. Wat is er zo fijn aan het Oude Westen? Ik vind het heel erg fijn om hier te wonen, omdat het een heel gezellige buurt is. En het is een heel erg vernieuwende buurt. En daar bedoel ik mee dat er vooral veel nieuwe gebouwen komen. Er zijn genoeg scholen. Het is gewoon heel erg fijn om hier te wonen. En eigenlijk kan je hier zo met alles wat hier is gewoon je eigen ding doen. Je gaat tv-programma's maken. En dat is, ik denk dat je al wat filmpjes hebt gemaakt. Vertel eens. Ik heb al een introductiefilmpje gemaakt. Ik heb al een filmpje over mijn eigen basisschool gemaakt. Er is ook een filmpje over mijn toekomstige middelbare school. En ik ben zo nog van plan om filmpjes over de scholen hier in de buurt te maken. Een keer een item over bijvoorbeeld hoe kan je het beste een middelbare school kiezen. En ik ben ook van plan om een keer challenges te gaan opnemen. En daar bedoel ik mee dat we misschien een paar kleine debats kunnen houden. Dan ga ik met de stelling naar buiten en dan kun je er zelf over vertellen. Je kan ook vertellen over wat je vindt van het Oude Westen. En in de zomer ben ik ook van plan om een paar leuke spelletjes met de kinderen en met de bewoners van het Oude Westen te gaan doen. Nou, heel veel plannen en ik wens je er ongelooflijk veel succes mee. Hallo, ik ben Sarah. Ik sta hier bij het Marnix Gymnasium. Hier volg ik talentklassen. Deze school is 2 keer excellent school geweest. Ik sta nu in de talentklas. Hier krijgen we de lessen. Mijn naam is Brit Wadman en ik ben de docent van het Marnix Gymnasium. Ik geef les aan de talentenklas waar ook Sarah deel van uitmaakt. We zijn hier in het computerlokaal en de leerlingen gaan aan de slag met nieuwsbegrip. Wat we verder nog doen is vooral taal. Taal, taal, taal. We lezen de kranten, we lezen boeken. De leerlingen leren ontleden. Werkwoordspelling is heel belangrijk. Hallo, ik ben Jolande de Beer en ik ben conrector hier aan het Marnix Gymnasium in Rotterdam.
We zijn 4 jaar geleden begonnen met de talentenklasse. Speciaal bedoeld voor kinderen die heel slim zijn. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. And no message should have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and then make that change. Na 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 na. Je, kom je? Natuurlijk, Koosje, hier ben ik al. Nou, Toos, de zaal zit alweer aardig vol, hoor. Klopt helemaal, Koos. Dagelijks die beelden van vluchtende mensen uit Afrika, maar die de dood vinden in de Middellandse Zee. En soms denk je wel, het houdt het maar niet op. En worden er misschien wel een beetje moe van en immuun van. Maar het is goed om toch steeds te beseffen dat wij hier in het Oude Westen dan toch wel heel veilig kunnen wonen. Ja, de storm van angst richt heel veel schade aan. De storm van angst maakt mensen vleugellam. En de dromen die we toch als mensen toch moeten koesteren, vervagen. Dat vraagt om inzet, dat vraagt om verbondenheid van alle mensen van goede wil. En die goede wil, die ontmoet ik en zie ik steeds elke dag weer in het Oude Westen. Want, klopt het dat jij de projectleider bent van de Schilderboer? En als het zo is, wat houdt dat dan in? Ja, ik ben projectleider. We kregen ineens een Schilderboer in Rotterdam. En die moest ineens snel komen. We hebben eerst een open sollicitatie. Kom een beetje met tante, jongen. Ja. Ik zou je... We hebben eerst aan de gewone Rotterdammer gevraagd van is er iemand van jullie die Schilderboer wil spelen? Dus, wat houdt dat in, Schilderboer spelen? Schilderboer is niet anders dan het beeld wat je erbij hebt van vroeger. Daar rijdt nu vanaf 20 september een jongen op een bakfiets door de buurt. Ja. En wanneer kunnen de mensen die schillen en dat afval kwijt? De Schillenboer komt dinsdagochtend van 9 tot 12 en vrijdagmiddag van 1 tot 4 in de wijk. We hebben het net over schillen, maar we hebben het ook nog over mensen die creatief zijn en iets met brood willen. Want wij gaan de komende tijd dus campagne voeren hier in de wijk, zodat zoveel mogelijk mensen weten, ik kan daar in die bak mijn oud brood gooien. Want als de bakker staat, wordt hij 1 keer per week geleegd door stadsbeheer. Want wij werken hier nauw samen met de gemeente. En de gemeente haalt het op en die zorgt ervoor dat al dat oude brood gecomposteerd wordt. Dus dan wordt het hergebruikt. Bij de Gaffelstraat, Gerrit Sterkmanplein en de Bloemkwekerstraat deur aan deur gegaan met receptjes voor wentelteefjes en busjes kaneel. Om aan de mensen te zeggen, goh, met dat oude brood gooi je nou niet op straat, maar bak er lekker wentelteefjes mee. Nou, je kon in de hele wijde omgeving geen kaneel meer krijgen. Maar wentelteefjes wel, er zitten hier zo. Maar als ik dan beneden in de portieken stond aan te bellen, vloog het brood boven van het balkon. Ik ben een echte heer, heb ik begrepen, want je komt van de herenplaats. Klopt. En wat houdt de herenplaats in? We zijn nieuwe buren hier. De herenplaats bestaat dit jaar al 25 jaar, maar we komen sinds vorig jaar hier in de buurt. We zijn een atelier en een galerie voor kunstenaars met een beperking, verstandelijk of psychisch. Oké, en waar is dat precies gevestigd? Reinoudplein, de hoek van Spijkstraat en Schietbaanstraat. Oké, en daar kunnen mensen makkelijk naar binnen? Of moeten ze er een poortje? Of, Het is vrij toegankelijk, elke dag, maar niet in het weekend. En jullie hebben ook plannen begrepen met het binnentrein daar zo? Ja, van onze werkplaats en atelier grenst aan de binnenplaats. Tussen Van Spijkerstraat, Schietbaanstraat en Atelierstraat. Het ziet er niet meer uit. We willen daar geld in investeren dat het een mooie binnenplaats geplant wordt waar de kunstenaars en de bewoners elkaar kunnen ontmoeten.
Maar toen we dat vertelden, dan hoorden we dat van Warmstad dat daar problemen zijn, dat dat vernield zou worden. Wij geloven daar niet zo in. Nee. Dat zou ik ook niet doen. Dus we willen dat hier graag vertellen en van jullie horen. Denken jullie dat het er een kans maakt? Tuurlijk. Dames en heren, we kijken nu een speciale piepshow. Geweldig. Dames en heren. Nee, ik kom even zo hier. Ja, ik had het over een planeet, want we maken nog meer grapjes. Maar ja, Piet, kom jij hier staan? Ik voel me heerlijk tussen tweeën. Charmant te winken. Want jullie hebben iets teweeg gebracht waar jullie heel trots mee zijn. Ja. Wij hebben van Boomstad de Facebookpagina gekregen, Werelds Oude Westen. Daar hebben wij een website bij gemaakt en dat is ook weer voor het Oude Westen, waar wij al het nieuws van het Oude Westen vergaren. Dus ook van de actiegroep, ook van de Leeuwenhoek, van de Leeszaal, maar ook van ondernemers. Met als doel, als centrale punt, de bewoner. Dus het is niet om ondernemers het beter en rijker te maken, maar om bewoners kennis te geven van wat er allemaal in de wijk is. We plaatsen bijvoorbeeld van de Herenplaats heel vaak berichten, van de Leeszaal, van de actiegroep. En wij willen promoten, en dat is echt nieuw, dat is digitaal, je moet delen met elkaar. Als je dat doet, wordt de wijk heel sterk, wordt door Google gevonden. En worden we er allemaal beter van, want dan kan je stem laten horen, want dan worden we verenigd digitaal. Nou zie ik mensen kijken, ja ik zit niet daarop, ik zit niet op Facebook. Daarom zijn we begonnen met het opzetten van Facebook cursus voor dummies. Oh, niet voor dummies, maar voor dummies. Dat ik niet denk van dat Piet een verkeerde opmerking maakt van dummies, maar dummies. En wat houdt dat in? Nou, dat mensen die nu toch denken, laat ik het dan toch maar leren. Je hoeft er niks op te zetten als je er maar op kunt om te kijken wat er leeft in de wijk. Oh, ja. Dit is allemaal opgenomen. Wel voorzichtig. Oh, dat is nog verantwoord, jongens. Geef ze een geweldige applaus, dames en heren. Lennart en Piet. En ik kom morgen nog geen lippen zitten, gelukkig raar, hè? Maar ik voel ze wel, ze waren lekker nat, jongens. Ze waren lekker nat. Oregon Sunny, van die sma party, de man. Mine loop ding. Je moet me niet schreeuwen. Mine loop ding, baas. Mine loop ding. Mine loop ding, baas. Mine loop ding, baas. Mine loop ding, baas. Mine loop ding. Je moet me niet schreeuwen. Dit was het weer voor vandaag. Hopelijk zie ik u volgende week weer. Voor meer informatie en kijkplezier, kijk dan op www.oudewesten.tv. Doeg!